يقول أبونا شيلو كمينا لطي فيضا أم يقري أعززي حاضريتو ولليانو دوتر قومو كتيو علولا شونو ورمويو مقدمينا خو هركي نوما الفنيدا هولدر Gzella كتيو ملفونو بروفيسور Leiden, Universiteit Leiden, خلوله شانو آرامایو. کد کدریتو احنا حضرت اودنزا هر که کل پریودیک کسیمینا حفیتاثو نجنلو عمیدن. احفیتاثانی نقاب دیو سیاسی، نقاب دیو علوافرو، نقاب دیو علیگولوثو، ادیوما کزا علولی شانو. بولی شانو دوما ستونه دیم ثیدنیو. دیم ثانویثو کامنتو خد لیشانو خد مردوثو خد میدون غلبه این خد لیمی ای ایمانوثو کملو ای هیوثو دو برنوشو. اون عامو دلوریشانو لیبه دویل مستقبل. کیتو غلبه عامه کم جهدی ببریثو حتی علو افرادن کم جهدی کمی کتلن لیشانو لبت لشونات كتير عتتر مديدا. إحنا ولشونانو عتيرويو، لشونو سريو ورومايو، ونرجلوز بدوبنا وترجمة على لشونو، وملفونو ميقرأ هالجل بدوبة وترجمانو، بس كليو دفيعدو أنا طولان جمحكي وشكي بوهلاندو، ويملثدو بروفيسور قديو بولشونو هلاندو، قديو تريفوسوقي تريكوري أربي قاتنيوثي. انتخابنا جربنا تلاتة كورة إزب دودش تغالية دوبنا لابوسريو دوتنا قايو ميقروجون شابو دوب إزب دودش تغالية كتونو شباب كده قدر فهم بولام من الخو سانتا باسنتو زاتن كتو بفر قهوة وشاي عايز خوشتيتو Welkom allemaal. We zijn vandaag bijeengekomen voor een lezing door een bijzondere gast uit Leiden over de Aramese taal. De taal die de meesten van jullie spreken. En voordat ik onze bijzondere gast ga aankondigen, wil ik nog even een aantal praktische zaken doornemen. Allereerst wil ik jullie vragen om jullie mobieltjes even uit te doen of in ieder geval even op stil te zetten. Het eerste gedeelte van de lezing, ja, de lezing is opgesplitst in twee delen. En het eerste gedeelte is een kleine 45 minuten. Dan hebben we even een pauze van een kwartiertje. En dan nog weer even 40 à 45 minuten. Onze bijzondere gast uit Leiden. Een expert en internationaal erkende autoriteit op het gebied van de Aramese taal. Hij heeft veel onderzoek gedaan en diverse publicaties op zijn naam staan. Waaronder het boek De Eerste Wereldtaal, de geschiedenis van het Aramees. Dames en heren, een heel warm applaus voor professor Gzella. Ja, veel dank voor het hartelijk welkom. Het Aramees. Het is nogal ingewikkeld om te beseffen wat het eigenlijk is. Het is niet alleen een wereldtaal, maar je zou kunnen zeggen een wereld op zichzelf. En verschillende associaties zijn daarmee verbonden. Natuurlijk de moedertaal van de meesten van u. Dat is in Nederland meestal Turoyo, neem ik aan. Het is maar één van vele dialecten. Daarnaast het Syrisch-Aramees, dus de liturgische taal, de kerktaal. Nee, goed, dat is ook Aramees, maar niet hetzelfde, uiteraard. Dan het Aramees dat Jezus sprak. Het Aramees van de Joodse traditie. Het Aramees van de oude rijken van het Nabije Oosten. En het Aramees dat we voor het eerst zien, dat voor het eerst op de radar komt te zitten. Zou ik kunnen zeggen, het Aramees van de stadstaten. Aan het begin van het eerste millennium voor Christus. Nou ja, ze zijn allemaal Aramees. Maar Aramees doelt op de taal. Dus het is eigenlijk de taal die als band fungeert rondom al deze verschillende beschavingen en culturen en tradities omheen. Dus Aramees als taal kunnen we definiëren. Ja, elke taal heeft bepaalde kenmerken. Ja, bijvoorbeeld in de naamwoorden, in de werkwoorden, bepaalde uitgangen, bepaalde woorden ook, bepaalde klanken. En die gebruiken we om een taal af te bakenen. En in dat opzicht is Aramees een Semitische taal. En naderhand preciezer een taal van het oude Syrië-Palestina. Nou, ik ben niet omgekocht door een opticien, also de letters heel klein. Maar het gaat vooral om het idee. Dat is de oorspronkelijke taalsituatie, zoals we die voor het eerst kunnen zien. Dus je ziet de verdeling van de Semitische taal van Syrië-Palestina, zo noemen we het cultuurgebied, aan de westerse kust, het Oegaritis, dus nu in Syrië, Ra's Shamra, tegenover het puntje van Cyprus. Dat is een taal die ja, omstreeks 1200 voor Christus onder is gegaan. Dus die stad werd veroverd en die taal is verdwenen. En dan hebben we in het zuiden verschillende talen die waarschijnlijk bekend zijn. Dus het Hebreeuws als taal van Israël, de oorspronkelijke taal van grote delen van het Oude Testament. En aan de westkust het Fenicisch. Dus de taal van de mensen die het alfabet hebben doorgegeven. Dat is ook nog steeds heel belangrijk. En in het noorden het Aramees. We weten niet wanneer deze talen voor het eerst daar terecht zijn gekomen. Dat is voor de tijd dat, dat ze geschreven werden. Dus we kunnen helemaal niet zien wanneer voor het eerst mensen Aramees zijn gaan spreken. Nou, talen ontstaan heel natuurlijk ja, door de taalverwerving van kinderen. Dus als een kind een taal leert, dan is zijn er altijd problemen om bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen de klanken die echt betekenis uitmaken en de ruis daaromheen. Ja, dus bijvoorbeeld, als ik zeg in het Engels cat of keep, houden, dan heeft die k in beide gevallen net iets andere klank. Dus bijvoorbeeld de k van keep heeft een hele lichte j. Dat komt door de i. En het kan gebeuren dat een kind dat verschil niet of dat onderscheid niet maakt en denkt de k wordt altijd met een j uitgesproken. En dan zouden mensen over een generatie niet cat zeggen, maar cat. Ook weer met een lichte joodklang. Ja, een jurkklang. Dus zo ontstaat verandering in de taal. Een andere bron van verandering is contact. Ja, dus, dat is waarschijnlijk een ervaring die u allemaal maakt in het dagelijks leven. Ook als u Aramees spreekt, dan komen nog steeds af en toe Nederlandse woorden. Dat hangt met de maatschappij samen, omdat bijvoorbeeld in het Aramees geen woorden zijn voor bepaalde concepten. Ja, bijvoorbeeld Netflixen of seriële monogamie of burn-out. Dus allemaal dingen die met het stedelijk leven geassocieerd zijn. Die worden overgenomen. Of zinspatronen, of woorden zoals dus, of maar, enzovoort. En zo ontstaat verandering in de taal. Dat is heel natuurlijk. En je kunt het niet tegenhouden. Dat gebeurt altijd. Als een taal gesproken wordt. En als het maar lang genoeg doorgaat, dan groeien talen uit elkaar. En op een gegeven moment zijn ze niet meer verstaanbaar. Ja, dus als bijvoorbeeld sommigen van u zullen tweetalig zijn, Nederlands of drietalig zelfs, Aramees, Nederlands en Duits. En ook het Nederlands en het Duits zijn niet zomaar wederzijds verstaanbaar. Ja, dat is een natuurlijke ontwikkeling. En op deze manier zijn ook verschillende Semitische talen van Syrië-Palestina ontstaan en hebben een eigen vorm gekregen. Maar het is altijd een bepaalde politieke of culturele wil nodig dat deze talen geschreven worden. Ja? Ook dat is een ervaring die u waarschijnlijk kent uit het dagelijks leven. Het is een taal van de liturgie, van de dienst. Het Syrisch-Aramees is niet zomaar te verstaan, sommige woorden wel, maar om een hele tekst te begrijpen zou u het moeten leren. Ja, hoewel ze allebei Aramees zijn. Ja, dat ist eine Situation, die wir in het Midden-Osten heel goed kennen. Bij het Arabisch is dat vergelijkbaar. Dus de taal van de kranten en van het nieuws, op televisie bijvoorbeeld, of op de radio, is een hele andere dan de taal die mensen spreken in het dagelijks leven. En zijn ook niet zonder meer wederzijds verstaanbaar. Ja, dat hangt daarmee samen dat er in de oudheid sowieso, met name in het Midden-Oosten, altijd een kloof zit tussen de taal die men schreef en de taal die men sprak. Nou, op een gegeven moment hebben mensen de beslissing genomen in dit gebied, omstreeks 1000 voor Christus, om hun eigen taal te gaan schrijven. Ja, dat lag niet zomaar voor de hand. Dat was een, in zekere zin was dat een uitdrukking van een bepaalde wil. Men wilde de eigen taal opwaarderen tot een schrijftaal. En dat is de reden waarom we vanaf 1000 voor Christus talen zoals het Aramees, het Hebreeuws en het Fenicisch zien. Omdat ze tot schrijftalen werden. En we hebben inscripties. Dus de eerste, de vroegste Aramese inscriptie komt van omstreeks 850 voor Christus. En op dat moment zien we, het Aramees is een eigen taal, het is vol ontwikkeld. Het heeft zijn eigen woorden, het heeft zijn eigen grammatica, zijn eigen uitspraak. En we kunnen onderscheid maken tussen de Aramees en de andere talen. En vanaf dat moment gaat de ontwikkeling van de Aramees door. Zoals gezegd weet men niet wanneer die begonnen is. Misschien voor dat moment, ergens gedurende het tweede millennium voor Christus, dus misschien omstreeks 1500, 1200 voor Christus. In die tijd zou het Aramees langzamerhand zijn herkenbare vorm hebben gekregen. En op een gegeven moment, vanaf uiterlijk 850 voor Christus, zien we het. En vanaf dat moment heeft het nooit meer opgehouden. Dus vanaf dat moment is er een continue attestatie van het Aramees. En in het noorden van dit cultuurgebied, in Syrië, dus waarschijnlijk de oude bakermat van het Aramees, zijn mensen altijd Aramees blijven spreken. Dat zien we ook nog uit latere periodes. Dus er zijn op een gegeven moment weer nieuwe schrijftalen ontstaan in dat gebied. En die laten zien dat ze gecreëerd werden door sprekers van het Aramees. Dat is dan de volgende, nou ja, meer eigenlijk dan de volgende periode. En dan het volgende stadium van codificatie noemen we dat, het ontstaan van schrijftalen. In de Hellenistische en de Romeinse tijd. Dus de tijd van Alexander de Grote en de Romeinen. Dat is ook de bakermat van het Syrisch-Aramees, dus de kerktaal. Die ontstaan is in Edessa, in het noordwesten van het grensgebied tussen Syrië en Mesopotamië. Maar het Syrisch was maar één van de verschillende Aramese talen die in deze tijd, dus kort na 200 voor Christus, tot schrijftalen zijn geworden. Dus het Syrisch is in een, heel rijk gesakeerd culturele omgeving ontstaan, samen met allerlei andere Aramese talen, die voor een deel doorlopen naar de late oudheid. Dus dat zijn de Aramese talen van de Joodstraditie, van de Tachum, of de taal van de Mandeas, een andere godsdienst, en inderdaad de Syrische literatuurtaal. Nou, opnieuw een heel klein. Ik had hiervoor excuses, maar het is alleen de bedoeling om de variatie te zien tussen al die Aramese schriften van het ongeveer eerste millennium voor Christus en sommige nog later. Dus dat is allemaal Aramees. Zou ik kunnen zeggen, het zijn allemaal verschillende lettervormen. Ja, ook het Syrisch heeft verschillende schriften. drie, om precies te zijn. Dus het Aramees was de taal van een zeer uitgebreide en ingewikkelde schrijverscultuur. Dan kunnen we zeggen, reeds vroeg zijn hele kanslerijtradities, ambtelijke tradities, literaire tradities ontstaan, die allemaal het Aramees hebben gebruikt. Ja, en gewoon intern heel divers waren. Ja, dus in zo'n zo'n omgeving is het Syrisch als kerktaal ontstaan. Nou, de Aramese talen van de tijd van Alexander de Grote en de Romeinen zijn allemaal geworteld in één overkoepelende kanslarijtraditie, schrijftraditie. Dat is het Aramees van het Parthische Rijk. Dus het Aramees van de 5e en de 4e eeuw voor Christus. Dat is een papyrus, dat is nu in Berlijn, met een Aramese vertaling van een koningsinscriptie van Darius de Grote, waar hij zijn veldslagen opzomt en zijn prestaties. We weten niet precies waarom er een Aramese vertaling van werd gemaakt, maar deel van de bedoeling zou geweest kunnen zijn dat deze tekst voor het onderwijs werd gebruikt. Ja, dus dat in het hele gebied, tussen wat nu Egypte is in het westen en Afghanistan en Pakistan in het oosten, werd dit hele rijk in het Aramees bestuurd. Ja, dus hoogambtenaren schreven brieven in het Aramees. En ook de provinciale administratie vond voor een groot deel in het Aramees plaats. Dus bijvoorbeeld huwelijken, overdracht van onroerend goed, met andere bezittingen, leningen, dat werd allemaal vastgelegd in het Aramees. In één gezamenlijke traditie. Ja, dus dat noemen we het Rijks-Aramees. En mogelijk hebben de schrijvers van de kanselarij in de verschillende provincies, in Egypte, in Syrië, in Mesopotamië, ook in Iran, teksten zoals deze gebruikt als oefenmateriaal, om zich te bekwamen in een soort Hoog-Aramees. En omdat deze traditie zo prestigieus was, zien we nog in het latere Syrisch-Aramees sporen daarvan. Dus bijvoorbeeld, als je een woord neemt, zoals in klassiek Syrisch, het persoonlijk voornaamwoord voor jij, at, ja, dan wordt hij met een N geschreven, dat is een alaf, een N en een T. Maar die N spreekt u niet uit. Dus spreekt u niet ant uit, maar at. En dat wordt duidelijk gemaakt door een streepje boven die N te zetten, in gevokaliseerde teksten. Nou, die schrijving met een N is een oude erfenis van het Aramees van de 5e eeuw voor Christus. Ja, omdat de Perzen dit ooit zo hebben bepaald. Dit woord moet je met een N schrijven. Ja, dat is een vernieuwing die zij hebben aangebracht. En dat loopt nog door. Dus nog steeds in het Syrisch, dat ook in de 20e eeuw wordt geschreven, wordt deze spelling gebruikt. Ja, een teken daarvan. Een teken ervan hoe diep geworteld de Aramese schrijftradities zijn. Ja, en hier hebben we een tekst die kennelijk voortvloeit uit een zeer officieel milieu. Dus een vertaling van een koninklijke inscriptie. Het Rijk van Alexander de Grote valt uiteen. En daarvoor had Alexander de Grote het Persische Rijk veroverd. Ja, dus dat is het einde van de Persische kanselarij-traditie. En in de eeuwen daarna splitst de overkoepelende Aramese literatuurtraditie zich op in verschillende takken. Dat is één voorbeeld uit Noord-Arabië. Het staat nog redelijk dicht bij het Rijks-Aramees. Dat is de zogenaamde Nabateeërs, een gapinscript. En in dat schrift heeft zich het Arabisch schrift ontwikkeld. Nou, dat is niet zomaar te zien, maar als we bijvoorbeeld kijken naar de derde regel, de eerste letter, dat is helemaal rechts, dat is een. Ja, nadat ze hem ietsje naar rechts draait, dan lijkt die op de Arabische ei. Ja, dat komt daar vandaan. En de reden is dat het Arabisch toen wel bestond, maar nog geen eigen alfabet had. Dus toen het Arabisch in het kielzog van de uitbreiding van de islam een wereldtaal werd, kon het meeliften op het succes van het Aramees. Ja, en bepaalde lettervormen en ook andere schrijfconventies zijn ontleend uit het Aramees. Dus je zou kunnen zeggen dat het Aramees de steunwieltjes waren om het Arabisch op te waarderen tot een schrijftaal. En dat is in Noord-Arabië gebeurd. Dus het Aramees van Noord-Arabië heeft de onderbouwing geleverd voor het Arabisch om een schrijftaal te worden. Dus dat is het Nabateeërs. Ja, het Aramees dat in Noord-Arabië een kleine wereldtaal was. Ja, en ook een cultuurtaal, want het vergt ook heel veel logistieke ondersteuning om dergelijke scripties te kunnen produceren. Ja, dus schrijvers moeten opgeleid worden enzovoort. Er moeten bepaalde formules uitgevonden en vastgelegd worden. Dus er staat altijd een heel pakket aan geletterdheid achter. Ja, dus dat is één van de vroege voorbeelden van een plaatselijke Aramese literatuurtraditie. Ja. نحن هنا حواته برخمارة هنا كاريو محكينا مدة مشغلة وبروفيسور كوبينا تقوم كاملو بس إيش مدة بينا خو موت عنصر لأنه شيء تلقى نيوان عندي غلبة طاو كوش معوتوا لي طاو كوش ما طاو بقامة كومانا بشينا وبشلون وبنضا برونة داعي تاو في حضري وشتوس السوري كتنا عمينا مدفونه ميقرو كزلنا محكينا إيش مو عدو علو مكتب زلنا دوليشونا أورمويو محكي لي دوليشون أوروموي كتلي فرعي غلبة وخد أوروموي تكون مشغولين عليه عدو احنا خد عامو هركي محكي لي ملي أوروموي طورويو خدو أوروموي ديعي دايدا ملي أنا أوروموي سريويو سيريس أراميس وليشون ديعيتو محكي لي استعلا فرع حريني خدو أوروموي دفرسوي تكتب بي ملكوتو دفرسوي ميدا حميش مبرمي بشيحو هو محكي بفرق اسمه زد على فرعاني بقامته محكي لستني اسمه إيما هابي وليشون أورومويو ملستلو كذعينا مو بمو بين شاتو بين زبنو فاش أنو شكم شغولي أورومويو بس كومر يعني متقنينا ميد ألف وماثي برمي مشيحو حاتو كذعينا اسمه هابي شوشوتو وفاش أنو شكم شغولي أورومويو كومحكي ستني إكتو تعتقتو وليشون أورومويو ميد تمونيمو حمشي برمي مشيحو وهوكم شحلة فولي شونو أورومويو هو الهاوي هو الآثي ملكو داريوس وإيمالكو دفرسوي ميدي حميش مباري ممشيحو وإنا قايو هاوي أولي شونو أورومويو أولي شونو رشمويو يعني بإيران بسوريا بفليش ببيت نهرين كله مشغوليوا هاوي أولي شونو رشمويو يعني أولي شونو كروزو كثوة إيبي نقد زونت ميدي نقد كورت ومدي رشمويد مكتوى كله مكتوى بو أورومويد وزبناو بفرق محكي استهاوي شوشوطي هاوي فرع غلبي لو أورومويو كيت أورومويو دهودوية بلكي نوشي غلبي لو كده بس أهودوية سوريا فليش دوعراق تركيا نصيبا ميقم كله مش غلبي أورومويو كيتو أورومويو دمن دوية يعني استي عامو عتيقوني مبيت نهرين محكي لستي علو أورومويو ديعتو سريتو من سريو أورومويو هاوست يعني مشوشط بأورهوي بإدسا خد محكيلة وملست وشرش دولي شونو أورومويو دعمو أورومويو من سوريا إما كتب زبنيتويو من فليشيو من تامو نافقو يعني دولي شونو أورومويو مشاقنو أو خدشكي كاريو محكيلة شو حرين استك محكينا خونا قحرتو وفقو حرين المشغلة وبروفيسور دوبين أكتمل فائلة Zo, we gaan door met het Palmyreens. Dat is het Aramees in Noord-Arabië. was eine pure amtliche Taal, pure Schreibtaal. Dus de mensen spraken waarschijnlijk al Arabisch en andere inheemse taal van deze regio. Maar Palmyreens komt uit Syrië. Dus Palmyra was een oase in de Syrische woestijn. Bekend uit de berichtgeving, de verslaggeving natuurlijk over de familien. Ja, en het was een van de meest vooraanstaande Arameestalige beschavingen in de Romeinse tijd. Dus in de eerste eeuw na Christus. Dus dat is een inscriptie uit het Louvre. En als u Syrisch-Aramees kunt lezen, dan ziet u dat de lettervormen ietsje meer daarop lijken. Daar heb ik dan na de pauze nog over. Dat heeft waarschijnlijk ermee te maken dat de Palmyreense letters als inspiratiebron dienden voor het Syrisch-Aramees, voor het Aramees van Edessa. En als we de taal van deze inscriptie en anderen, zijn er in totaal 3000, als u die bestudeert, dan ziet u dat er invloeden zijn van de plaatselijke spreektaal. Dus dit is niet alleen een geschreven taal, maar het is een taal die beïnvloed is door een gesproken dialect van de Aramees. En dat kunnen we gebruiken als aanwijzing om te constateren dat in Syrië ook in de Romeinse tijd, dus tussen de eerste en de derde, vierde eeuw na Christus, nog steeds Aramees gesproken werd door mensen in grote getalen. Ja, dat ook de verovering van Alexander en de het Romeinse bewind geen eind hebben gemaakt aan het Aramees als heel courante, heel normale spreektaal in dat gebied. Dat zien we omdat bepaalde vormen en woorden in deze taal afwijken van de literaire traditie en waar wij soms spreken van onderaan uit de spreektaal komen. Ja, net als moderne Syrisch-Aramese teksten invloeden vertonen van gesproken vorm van de Aramees, van Turoyo bijvoorbeeld. Ja, dus dat is een indirecte aanwijzing ervoor dat waarschijnlijk een groot deel van Syrië in de Romeinse tijd Arameestalig was. En dat ook opgesplitst was in verschillende dialecten, waarvan lang niet elke vorm van Aramees, lang niet elk dialect tot een schrijftaal werd. Ja, dus dat onderstelt altijd bepaalde politieke, culturele, economische en andere redenen. Dus bij de Nabateeërs en de Palmyreners was het vooral de handel. Dus de Nabateeërs zijn heel rijk geworden omdat zij de wierookroute controleerden. En ze konden zeer hoge belasting in over wierook en andere goederen die door Arabië werden vervoerd. Het Nabateese Rijk ging ten onder, werd ingelijfd in het Romeinse Rijk. En op een gegeven moment ontstond het Palmyreense Rijk. Palmyra controleerde de handel naar de Perzische Golf. En opnieuw heeft de economische kracht tot welvaart geleid. Ja, er ontstond een hele rijke elite van kooplieden die zich konden veroorloven om deze inscripties op te laten zetten. Ja, dus vaak ook voor burgers die wilden vastleggen wat ze allemaal voor de stad hebben gedaan. Dus bouw- en eer-inscripties. Ja, dus dat is ook het milieu waarin het Syrisch ontstaan, rond dezelfde tijd. Dus zoals gezegd in de eerste eeuw na Christus. En als we verder gaan naar oosten, naar Mesopotamië, dan zien we een derde belangrijke Aramese schriftcultuur. Dat is uit Hatra, ja, dus in Noord-Mesopotamië. Dus ook daar zien we dat opnieuw een gesproken taal, ja, dus het plaatselijke dialect van die regio, aan de wortel ligt van een nieuwe schrijftaal. Ook Hatra werd rijk, om redenen die we in tegenstelling tot Palmyra en Noord-Arabië niet zo heel goed begrijpen. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat het een religieus centrum was. Ja, de hele stad is vol van tempels. Misschien voor de Bedouinen die toen eens per jaar of voor belangrijke feestdagen kwamen. En bij belangrijke bedevaartsorden ontstaat ook meestal een economie en een bepaalde infrastructuur. Dat is bijvoorbeeld bij katholieke bedevaartsorden zoals Lourdes in Frankrijk. Dus ook hier ontstond op een gegeven moment de nodige economische kracht om een bouwprogramma uit te voeren. Dus plechtstatige tempels. Dus bijvoorbeeld die film De Exorcist kent. De openingsscène is in Hatra gefilmd. Dus dat is ook, ook op deze manier geworteld in de populaire cultuur. En men heeft op een gegeven moment ook daar een schrijftaal vastgesteld. Met eigen schrijfregels, lettervormen, spellingen, documentpatroon. Voor het gebruik daar in Hatra en de omgeving. Ja, en hier zijn de lettervormen ook weer net iets anders dan uit Palmyra en uit Noord-Arabië. Ja, ook weer een plaatselijk verschijnsel. Maar er waren zeker contacten tussen deze verschillende Aramees sprekende en Aramees schrijvende streken. Dus bijvoorbeeld een van de vroegste Syrische schrijvers, Bardaisan, die schreef een boek, of een van zijn leerlingen schreef het op, over die verschillende wetten die in al die verschillende streken gebruikt werden. Een boek over vrijheid en een filosofisch traktaat over vrijheid en noodlot. En hij noemt bepaalde wetten uit Hatra. En die zijn ook in inscripties gedocumenteerd. Dus we weten dat klopte wel wat hij schreef. En dat betekent dat al deze gemeenschappen tussen Noord-Arabië en Oost-Mesopotamië tot op zekere hoogte in contact waren met elkaar. Ja, we zien het ook dat bepaalde lettervormen, bepaalde schrijfregels op elkaar lijken. Dat heeft ook met kennisuitwisseling te maken. Ja, dus dit hele gebied was grotendeels, met uitzondering van Noord-Arabië, maar verder de hele streek, bevolkt door Arameestalige mensen, gemeenschappen. Ja, en waarschijnlijk ontstonden door familieverbanden, door handelscontacten enzovoort de nodige kanalen om kennis uit te kunnen wisselen. En een netwerk van dialecten en schrijfcultuur. Ja, dus met name in deze tijd was de Aramees bijzonder rijk geschakeerd. En sommige daarvan gaan door in de late oudheid, zoals de Syrisch, en anderen verdwenen. Nou, het Nabateeëse koninkrijk, het deelrijk van Palmyra en Hatra zijn allemaal ten onder gegaan. In de late Romeinse tijd. Ja, dat heeft voor een deel ook te maken met de politieke situatie. Omdat Palmyra, met name Palmyra en Hatra waren gesitueerd in het grensgebied tussen het Romeinse Rijk en het Rijk dat toen in Iran heerste, het Parthische Rijk. En in het kielzog van de ruzies tussen de Romeinen en de Parthen, of onafhankelijkheidsbewegingen van bepaalde steden zoals Palmyra, werden deze veroverd en zijn ten onder gegaan. Ja, dus veel van de Aramese schrijftradities uit de eerste eeuw na Christus zijn opgehouden in verband met de politieke verovering. En wat er overbleef is het Syrisch-Aramees, dus de taal van Edessa. Edessa werd niet gesloopt, dus de bevolking bewoning ging door. En dus ook het culturele en het politieke leven. En daardoor kon de taal van Edessa, of de Aramese schrijftaal van Edessa, zich ontplooien als een nieuwe wereldtaal, waarvan de reikwijdte op een gegeven moment vergelijkbaar groot werd als die van het Perzische Rijk. Ja, dus ook in het kielzog van de uitbreiding van het christendom van Edessa kwam het Aramees zelfs in Centraal-Azië, bijvoorbeeld in China, terecht. Dus we hebben Aramese inscripties uit China, uit de middeleeuwen. Dus missionarissen hebben langs de handelsroutes ook voor de verspreiding van de taal gezorgd. En we hebben christelijke gemeenschappen in heel Centraal-Azië. En ze hebben allemaal ook Aramese en Syrisch-Aramese inscripties opgezet. Dat is alleen verklaarbaar daardoor dat het Syrisch-Aramees geen concurrentie meer had. Ja, omdat de andere grote schrijftalen, de Palmyreens-Aramees, het Aramees van Hatra en ook het Nabateeërs-Aramees ten onder waren gegaan. Ja. Dus samen met het christendom kon zich ook het Aramees vanuit Edessa helemaal naar het oosten verspreiden. En heeft geleid tot het ontstaan van een mondiale religieuze traditie. Dus ook nu worden overal ter wereld diensten gevierd in het Syrisch. In Syrisch-Aramees, dus ook in de Verenigde Staten, in Australië en uiteraard in verschillende plaatsen in Europa. Ja, dus het Syrisch, in de vorm van het Syrisch is het Aramees nog steeds een overkoepelende wereldtaal. En dat is een gevolg van de ontwikkelingen in de Romeinse tijd. Ja, toen de concurrentie voor de taal van Edessa verdween. Anders was het misschien mogelijk geweest dat de Palmyreens-Aramees de positie had ingenomen die nu het Syrisch-Aramees had. Ja, voor als de bovenlaag van Palmyra zich door het christendom had bekeerd en de stad gespaard was gebleven, dan zou u misschien nu als de Turkse taal Palmyreens-Aramees gebruiken. Dat is niet gebeurd. Het werd de taal van Edessa. Ja, dus dat is een van de toevallige, zou ik kunnen zeggen, historische ontwikkelingen. Goed, dat was voor de eerste helft de algehele achtergrond van het Aramees. Dus u ziet een hele reeks van opeenvolgende schrijftalen. Ja, eerst allerlei kleine plaatselijke talen in Syrië. Dan het Aramees dat in de wereldrijken werd gebruikt. Dat zich vervolgens opsplitst in allerlei plaatselijke tradities weer. Palmyreens, het Hatrees, het Nabatees en het Edesseens. Dus het Syrisch-Aramees, waarvan het Syrisch-Aramees dus de belangrijkste is geworden. En daarnaast ook allerlei gesproken vormen van het Aramees. Want we zien, de meeste van deze schrijftalen zijn gevoed door een levendig taalgebruik van moedertalige sprekers. Ze vinden alle deze talen dialectwoorden, dialectvormen, plaatselijke bijzonderheden. Ja, dus dat is een taalontwikkeling die zich vaak voltooit beneden het oppervlak van de schrijftradities. Dus dat is het moment waarop er ook in het Syrisch of in het Arameestalige christendom een tweedeling ontstaat tussen overkoepelende liturgische en religieuze taal. Ja, dus het Syrisch blijft vrijwel gelijk, hele kleine veranderingen. Dus als u bijvoorbeeld de Syrische Bijbel kunt lezen, dan kunt u ook moderne vertalingen in het Syrisch lezen. Ja, dus ook in de late 19e, in de 20e eeuw zijn ook stukken uit de wereldliteratuur vertaald in het Syrisch. Een stuk van Shakespeare bijvoorbeeld, die kunt u nog steeds lezen als u het Syrisch kent. Dus dat is heel vast en heel regelmatig. Ja, net als het Latijn bijvoorbeeld. Maar daarnaast is er ook een hele grote diversiteit van gesproken vormen van de Aramees. Ja, net als de moderne dialecten. En die bestonden eeuwenlang naast elkaar en doen dat nog steeds. Dus dat is de historische achtergrond. Het Syrisch als een vervolg op een eeuwenoude kanselarijtraditie, een literaire traditie. En de gesproken vorm van het Aramees die er altijd zijn geweest, voor zover we terug kunnen gaan. Ja, dus op een gegeven moment stopt de overlevering, ja, rond 1000 voor Christus. Op dat moment was het Aramees er al. En zijn er al Arameestalige sprekers geweest en dat ging gewoon door. Dus er zijn altijd, uiterlijk vanaf 1000 voor Christus, waarschijnlijk veel vroeger, mensen geweest, moeders geweest, die tegen hun kinderen in het Aramees praten. Ja, en op die manier heeft Aramees zich levendig voortgeplant naast de grote literaire talen, waarvan het Syrisch de laatste is. Goed, dat was de eerste helft, dus de algehele achtergrond van het Syrisch-Aramees en Aramese spreektalen. En u krijgt toch een samenvatting. En na de pauze ga ik door met het Syrisch en de christelijke dialecten van de Aramees. Dank u wel. Professor Gzella, maakele disa doalu alushi shabdulishono Syrië Romoyo, maakele het disa gebeurt het doamo boezabno darromoye, yani kom mishgalina me kibandmina mobari me mshiho. هو شوام وبطر ما يمشيحو إيسا جيت الدعم بسوريا بسوريا إيه مكتب زبنيتو مالفونا قد كومجون على سوريا كومجون على سوريا مكتب زبنيتو يعني من قد جولنا على سوريا كومجولنا على الأورهوي كومجولنا على المردستاني كومجولنا على ديار بكر ستاني على أنطيوخي أنطاكيا عطا هاني كلها سوريا إيه مكتب زبنيتو كومجولنا على سوريا توردويو كوفر سوريا فليش أردن الدكتور ثاني كلية إشمو ببس نهرين دعارة فستانين مشغولوا كلية ليشونو أورومويو بس كتولي لعزة غلبة كتولي فرع غلبة ولو كل اللعزان يستي كثيوي كومر غلبة كتو شوشوطو بس وعامو إيشا قريتها مشغولوا أورومويو كيتو كمو ليشوني فايش كوم كثوي محكيلي مني وليشونو دنبطوي أنا كوي بحثو بودك حكمين على أردن أو يوردانيا هانو ديسا ليشون غلبة عتيروا ومكتوا غلبة وتاجوري وينه وعامو يعني عتيروا ومين نافقسته وليشونو عربويو إكتبوا عربيتو لو ليشونو مش غلبة بس إكتبوا عربويو نافقوا مو أورومويو دمبتوي أحكي لستين علو أورومويو الحطرة كتير علو بعيرة كتوا ديسا قاريو وليشونو سريويو الأورهوي ومحكي لي غلبة ستين ومحسي لي كتبوا بالميرا Palmyra تبديت كوي بسوريا كومر هاتي ستي غلبة قاروتو مولي شون أورمويد كوم مشغولين أنا مولي شون السريوي أورمويد دعيتو السريوي بحكي لستي بلكي لوكري موبامو بلكي كتيقون بعودو لي شون السريوي أورمويد يعني بالميرا أو كمينا لبوسريا تدمرتو بعربو يتميلا تدور كوي بسوريا هاتي دكتوستي إيسس كي بخدمات خشي عوضا ما يكوشني يعني بخدو بس تعمو ستي حسينا شو شوطو غلبة دولي شونو وكم أحكي استنا عم ليشونو تهاوي بثر وليشونو رشموي داعيته وتسريوي سيريش أراميس محكي لسته مت اللغة حريني خد حطرة وبالميرا أتري دكوثاني تكونوا يعني بربان بين دي ملكوت دفرسوي أم ملكوت دروموي تويوا قروبو غلبة تايمي الليشوناني لقى ذي الفيش عليه رغلو مو خفايش ولغزو دوليشونو سريوي أورهوي أو أورمود أورهوي هاوي هي أوليشونو رابو وهاوي أوليشونو دعيته وتمشي حوي ومشوش غلبة وكثير غلبة إيبة وحزينا بطر ستيد ما تمشي شوطو بم بيما كوثو دفر سوي كولا مشغول فاجكو كثو إيبة وكو مشغولي غلبة نوشي إيبة وحزينا محكيلة ستيد مشي حوي غلبة هاوي بدكوثة بآسيا خد إيران لومد لمثل بس يعني نقا مشغل على سنترال آسيا كو محكي يعني على كازاخستان أو أوزبكستان دكوتي راحوقي ومحكي لستي علو شينا ستي قدامو ستي كتوا نوشي مشغوليو سريو ورومويو ولو زانو هاوي غلبة عتيرو مشاوشتو كاريو أوقع أدعينا دبينا خمال دعونتو بسريو ودبينا حتى كمان يمثل لي أنا Dankjewel professor Gzella voor het eerste gedeelte en Johnny voor de vertaling. Ik zou jullie graag allemaal willen uitnodigen om even de benen te strekken en even koffie en thee te nuttigen. Over 10 minuten gaan we weer verder, dus 5 over. Zo, we hebben het al gemerkt. Op het moment dat het Syrisch-Aramees verschijnt in Oegaritis, in Edessa, is het Aramees al meer dan 1000 jaar bekend als schrijf- en spreektaal. En natuurlijk is taalgeschiedenis niet beperkt tot taal zelf. Die ontvouwt zich niet in een vacuüm, maar er is altijd een hele bagage van culturele tradities aan verbonden. En zo ook met het Syrisch-Aramees. Nou, het was oorspronkelijk een van de kleinere Aramese talen van de Hellenistische en Romeinse tijd. althans op basis van het materiaal, van de omvang van inscripties die we hebben. Dus de vergelijking, we hebben uit de voorchristelijke tijd een stuk op 100 Syrisch-Aramees inscripties. Maar wel 600 inscripties uit Hatra in de omgeving, rond 3000 uit Palmyra, of Palmyreens inscripties in andere delen van het Romeinse Rijk, en meerdere duizend Nabateeërs inscripties uit Noord-Arabië. Dus oorspronkelijk was het een heel kleine schrijftraditie, die, zoals gezegd, bij gebrek aan concurrentie uit kan groeien tot een wereldtaal. Maar Edessa lijkt ook een behoorlijk creatief milieu geweest te zijn. Dus de eerste gedateerde Syrische-Aramese inscriptie uit Edessa komt uit het jaar 6 na Christus. Dus dat is de vroegste inscriptie die een datum heeft, die we kunnen plaatsen. En in deze tijd was Edessa een lokaal koninkdom. En reeds daarvoor, waarschijnlijk omstreeks 132 voor Christus, is er een plaatselijke koninklijke dynastie aan de macht gekomen. En die heeft, net als de mensen van, of de heersers van Palmyra en Hatra, de beslissing genomen om het Aramese dialect ter plekke te gaan schrijven. Ja, en ook hier zien we dan weer een plaatselijke traditie van lettervormen. Ik heb hier een mooie mozaïekinscriptie gekozen. Tegenstelling tot vele andere Arameestalige plaatsen hebben we uit Edessa een heleboel vrolijke mozaïeken met mythologische scènes. Nou, dat is uit de Griekse mythologie, Orpheus, die de wilde beesten temt. Nou, het was in die tijd een heel verspreide mythe. Waarschijnlijk niet door lectuur van teksten, maar door toneeluitvoeringen. Ja, dus mensen hebben gewoon toneelstukken uitgevoerd met Griekse mythologie. En daardoor werden deze ideeën bekend. En de plaatselijke ambachtsleden hebben mozaïeken gemaakt op basis daarvan. Maar de bijschriften zijn in het Syrisch-Aramees. Ja, en dit is het schrift dat het oudste Aramese boekschrift werd. Estrangela noemen we dit. Dus de vroegste manuscripten, de vroegste handschriften, die gebruiken dit schrift. En het is wel interessant, want het laat zien dat de ontwikkeling van de ambtelijke en de literaire cultuur in Edessa zich breukeloos voortgezet heeft in het christendom. Dus op een gegeven moment heeft zich de bovenlaag bekeerd tot het christendom. En ook de schrijvers, de ambtenaren. Maar men is de Aramese taal blijven gebruiken. En daardoor werd het Syrisch-Aramees een christelijke literatuurtaal. We kunnen dit proces niet zo heel goed traceren, omdat we weinig historische informatie hebben uit deze tijd. Maar het lijkt wel het geval geweest te zijn dat de plaatselijke elite, dus de kanselarijschrijvers, de ambtenaren, één netwerk vormden. En ze waren verbonden door patronage. En waarschijnlijk was het het geval dat als de patroon zich bekeerde tot het christendom, dat dan ook zijn sociaal netwerk hem daarin gevolgd is. En daardoor heeft zich de stad redelijk snel bekeerd en kon er op basis van de voorchristelijke schrijverscultuur een christelijke boekcultuur ontstaan. En ook de taal van de klassieke christelijke literatuur in het Syrisch-Aramees lijkt heel erg op de taal van de vroege inscripties. Ja, dus dat is een continue ontwikkeling. En het christelijke Syrisch-Aramees is ontstaan in een heel divers cultureel milieu. En we zien ook al in de vroegste teksten heel veel verschillende invloeden. Joodse tradities van bijbeluitleg bijvoorbeeld, andere godsdiensten uit de late oudheid, verschillende elementen van de Griekse filosofie, we zien het op basis van leenwoorden, die allemaal bekend waren en die opgenomen zijn in de ontstaande, of toen zich ontplooiende christelijke boekcultuur. Maar daarnaast was het Syrisch-Aramees ook een administratieve, een ambtelijke taal. En dat is een hele vroege voorloper van het Aramese schrift dat in de Syrisch-Orthodoxe traditie gebruikt wordt, de Serpo. Dus een schrift dat oorspronkelijk naast Estrangela stond en gebruikt werd voor rechtsdocumenten. Dit is een contract, dit is een juridische oorkonde. Dus ook het het Syrisch-Orthodoxe, of het latere Syrisch-Orthodoxe schrift, het Serto, was al in die tijd bekend, in de voorchristelijke periode. Het was een ambtelijk schrift dat gebruikt werd voor administratieve en juridische doeleinden. Ja, en uit dat milieu is, zoals gezegd, een christelijke literaire cultuur ontstaan. Dat is opnieuw heel klein, maar dat is één pagina uit het oudste gedateerde Syrisch-Aramese handschrift. Ja, dus dat is het vroegste handschrift dat een datum heeft, uit het jaar 411 na Christus. En hij is nu in het British Museum in Londen. Het schrift hier is nog Estrangela, dat is een oude, het oude boekschrift. En deze codex. Dat is een nieuwe vorm, dus niet meer schriftrollen, maar een codex, de voorloper van een moderne boek. Die bevat vertalingen uit het Grieks. Ja, dus, op dat moment was het Syrisch christendom onderdeel van een mondiale kerkelijke traditie. Dat in het oosten van het Romeinse Rijk het Grieks de officiële kerktaal was, op de taal die men op concilies gebruikte. En deze was nauw verweven met, vanaf dat moment nauw verweven met het Syrische christendom. Ja, er zijn ook veel Griekse leenwoorden opgenomen in de christelijke literatuur in het Syrisch-Aramees. Maar het is toch ook een plaatselijke traditie. Schrijvers zoals Ephraim bijvoorbeeld en anderen Afrahat waren de grondleggers van een nieuwe literaire stijl. We zien, als we het Syrisch-Aramees van de christelijke literatuur vergelijken met de taal van de inscripties, nou de kern van de grammatica is identiek. Ook schrijfregels, spellingen, woorden. Maar met de ontplooiing van het christendom ontstond er een nieuwe literaire stijl. Ja, dus complexe, lange zinnen, een heel bewust woordgebruik, dus bijvoorbeeld de poëtische metaforen van Ephraim, wijzen op een heel doorbrocht taalgebruik. Ja, er ontstond een hele retorische traditie en in een vrij korte periode was het Syrisch-Aramees uitgebouwd, zoals we het noemen in de taalkunde, tot een alomvattende literatuurtaal. Ja, een taal groeit ook met de uitdagingen, zou je kunnen zeggen, met de doeleinden waarvoor zij gebruikt wordt. En het christendom bevordert vaak een literaire cultuur. Ja, het is een religie die gestoeld is op heilige teksten. Een religie die ook een vaste liturgie kent, waarin de geloofsgeheimen doorgegeven worden. Een religie die uitleg vergt van teksten, commentaren bijvoorbeeld. Dus het christendom was in het Midden-Oosten en elders een vehikel voor een literaire cultuur. En we zien dat de taal zich aanpast aan de nieuwe doeleinden. Ja, er ontstond dus een hele rijke literaire stijl in het Syrisch die zich voortzet tot vandaag de dag. Dus zoals u weet worden nog steeds teksten in het Syrisch vertaald of zelfs origineel in Syrisch-Aramees geschreven. En dat is het eerste gedateerde handschrift, dus 411 na Christus. En u ziet al, als u die regelmatige lettervorm vergelijkt, dit is door een professional gemaakt. Dus dit veronderstelt hoogopgeleide schrijvers. Ja, dus vanaf dat moment is er een christelijke cultuur op een heel hoog niveau ontstaan, heeft zich verstevigd in Edessa en omgeving. En dit gaat door, ook in de islamitische periode, want de shift, de overgang van het Aramees als overheersende spreektaal van een groot deel van het Midden-Oosten naar het Arabisch, die is heel geleidelijk gegaan. En men zegt ongeveer dat die omstreeks medio 10e eeuw na Christus voltooid was. Op dat moment was het netwerk van Aramese dialecten onderbroken, het waren eilandjes, die zich vervolgens onafhankelijk of grotendeels onafhankelijk van elkaar konden ontwikkelen. En daardoor werd de diversiteit in de moderne Aramese dialecten bevorderd. Dat is een tal van plaatselijke Aramese dialecten die allemaal eigen woorden, eigen vormen hebben. Dat komt niet alleen, maar ook door het feit dat het hele netwerk van Aramese dialecten onderbroken werd door het Arabisch, omstreeks 59 na Christus, rond die tijd. Maar het Aramees als schrijftaal ging natuurlijk door. Dus ook in de islamitische periode hebben mensen Aramese teksten geschreven, Aramese diensten gevierd. En het Aramees was ook een belangrijk vehikel om de opkomende islamitische elites in contact te brengen met bijvoorbeeld Griekse filosofie, Griekse natuurwetenschappen, geneeskunde. Want daarvan bestonden Syrische vertalingen. En het is makkelijker om een Griekse tekst via het Syrisch naar het Arabisch te vertalen dan rechtstreeks. Net zoals het makkelijker is om bijvoorbeeld een Japanse roman in het Nederlands te vertalen, als er al een vertaling in het Duits of in het Engels bestaat. Omdat die talen qua structuur eerder op elkaar lijken. En om die reden had het Syrisch een belangrijke functie als doorgeefluik. Ja, dus de Arabische filosofie, wetenschap, geneeskunde zou waarschijnlijk niet op deze manier mogelijk geweest zijn zonder de bemiddeling van het Syrisch. Ja, omdat het Syrisch een schakelfunctie had tussen de Griekse wetenschap en de versteviging en de uitbouw van het Arabisch als schrijftaal. Desondanks interageerde het Syrisch-Aramees met de gesproken dialecten. Nou, zoals al gezegd, er is een kloof tussen gesproken en geschreven taal. Wat betekent dat we, met name voor de oudheid en de middeleeuwen, heel weinig informatie hebben over de voorlopers van Aramese spreektaal, zoals de Turoyo. Nou, die waren er toen al heel lang en zeer waarschijnlijk, maar we zien alleen indirecte flitsen van informatie. Omdat het Turoyo geen eigen schrijftraditie ontwikkeld had. Dus geen eigen schrift, geen eigen spellingsregels. Maar af en toe zien we dat het al bestond. Het was een overzicht van de oosters-christelijke kerken. Nou, de meeste van de Syrische traditie, de Syrisch-Aramese traditie. Dus u ziet, het Syrisch werd op een heel groot gebied gebruikt. En zeer waarschijnlijk door sprekers van toen al tal van verschillende dialecten. Dus de grondslag van het Syrisch-Aramees is het dialect van Oerai, van Edessa. Maar de ontwikkeling van het Aramees ging natuurlijk door. En op een gegeven moment was de verhouding tussen de gesproken vormen en het Syrisch-Aramees vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Latijn en het Italiaans. Ja, mensen moesten dan Syrisch-Aramees als een tweede taal leren in het hele gebied. Maar we zien af en toe invloeden van het dialect dat een spreker natuurlijkerwijs sprak. Dit is een inscriptie uit een klooster van Tur Abdin, omstreeks 750 na Christus. Ja, het is een lijst met contributies van particulieren voor een klooster. En nou, dat kunt u vast niet lezen, maar in deze regel wordt iemand genoemd met bijnaam Bar-Kasho, zoon van de priester. Nou, de tekst is verder in het Syrisch, in Syrisch-Aramees, maar Kasho is geen Syrisch-Aramees woord. Dus in de klassieke taal zou je zeggen Kashisho. Kasho, Kashisho is hetzelfde. En dus de betekenis is hetzelfde, maar in de nette, de keurige taal, de kerktaal, zou de vorm meestal Kashisho luiden. Maar hier heb je in een Syrische tekst gewoon de dialectvorm, Kasho, of de gesproken vorm. Betekent dat, dat dit door een schrijver geschreven werd die een voorloper van Turoyo sprak. Ja, dus het is duidelijk dat omstreeks 57 na Christus Turoyo al bestond. Met bepaalde bijzonderheden. Deels zien we het ook in de uitspraak van de... Vraag, welke stad is die klooster? Wat je net genoemd. Het is in de Tur Abdin. Ja. En dan zijn we bijvoorbeeld in de uitspraak van het Syrisch-Aramees in de orthodoxe traditie zijn bepaalde regionale verschijnselen. Dus bijvoorbeeld dat de oorspronkelijk lange sh, dat is Kashisho, die werd vereenvoudigd, Kashisho. Ja, dat is ook een ontwikkeling die in de spreektaal plaatsvond en waarvan we afspiegelingen in de liturgische uitspraak zien. Ja? Dus ook de dialecten van het Aramees zijn heel oud. En waarschijnlijk veel ouder dan dat, maar dat is alleen toevallig dat we het zien. Sommigen daarvan hebben zelfs een literaire traditie ontwikkeld. Dit is uit een handschrift nu in Berlijn is, uit Al-Kosch, waar omstreeks de 16e, 17e eeuw een literaire traditie is ontstaan op basis van het plaatselijke dialect van het Aramees. Ja, dat heeft historische redenen die niet heel goed bekend zijn. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat men geprobeerd heeft om de eigen religieuze traditie te verstevigen, om assimilatie te voorkomen. Maar op een gegeven moment is daardoor ook een hele lange schrijftraditie ontstaan, die nog steeds gebruikt wordt. Ja, dus de lettervormen natuurlijk zijn die van het Oost-Syrische alfabet. En ook de spellingen lijken erg op de klassieke taal. Maar het is niet Syrisch-Aramees, het is het Aramees van Al-Kosch. Dat gebruikt wordt voor verhalen, voor religieuze poëzie, gezang enzovoort. Ja, dus om toevallige historische redenen heeft deze vorm van Aramees, of van het plaatselijke Aramees, dan een eigen schrijftraditie ontwikkeld naast klassiek Syrisch, wat in andere streken niet gebeurd is. Dus bijvoorbeeld in de Syrisch-orthodoxe traditie was het prestige van het Syrisch-Aramees altijd zo sterk dat het heel moeilijk is, was en nog steeds is voor Turoyo, om bijvoorbeeld een eigen alfabet of eigen schrijfregels te ontwikkelen. Maar het zou natuurlijk kunnen. Ja, we zouden Turoyo in Syrisch-Aramese letters kunnen schrijven of in transcriptie. Er is een poging gedaan, bijvoorbeeld in Zweden, om een alfabet en een schrijftraditie te creëren. Maar dat valt niet mee. Ja, dus dat is op zich een operatie die ook weer een wil, politiek of cultureel, veronderstelt. Terwijl natuurlijk ook voor het onderwijs belangrijk is om enige manier te hebben om een taal te schrijven. Dat de kennisoverdracht niet alleen mondeling is, maar dat er grammaticus zijn, woordenboeken bijvoorbeeld. Ja, maar dat hangt vaak van heel toevallige historische omstandigheden af, of dat wel of niet ontstaat. In Al-Kosch is dat gebeurd in de 16e, 17e eeuw. Het heeft tot een traditie geleid die nog steeds gebruikt wordt. Terwijl in andere Arameestalige christelijke tradities het prestige van het Syrisch overheersend was. Maar nog steeds is het Syrisch-Aramees een literaire taal. Dat is een recente vertaling van een paar jaar geleden van De Kleine Prins. Hij bestaat ook in Turoyo. Ze hebben twee keer vertaald. Eén keer in de klassieke taal en één keer in de moderne taal. Ja? Dus nog steeds is het Aramees literatuur en wereldtaal. Goed, nou ik begrijp dat er behoefte is om vragen te stellen. En natuurlijk een vertaling, dan kunt u vragen stellen. Dank u wel. Ik vond het zeer boeiend, moet ik zeggen. Ik ga het proberen heel kort samen te vatten in het Aramees. Daarvoor Gzella Mahkele Ehtezit Alou Lofzo of Alou Lishon Srioyo Oromoyo. محكيلة مترفوشنا يو ولي شونت تزمور بالميرا ولي شونت أرمويد حضرة وتنقطوي عتيرو وزت مصري أرمويو بس م سبب مشحل في تعييمي اللي شوناني فايش ولي شونو سريو أرموي هي ولي شونو بحودة قادر مشوشط وتوي ولي شونو غلبة عتيرو وتغلبة نوشيكو مشغوليني وغلبكو مكتو إيبي أنا محكيلة بسوريا بإيران بتكون تحريني فاشكو مشغولين وكوكت في بوليشو نسريو أرمويو ومحكيلة ستاني إيدا بو أسريويو هي أورمويو أورهوي إدسايو هانوك من على سريويو ومحكيلة ستاني تغلبي كثوة بشامهي كثوة بوليشو نانو خد مور إفريم هولستمثو أفرحات بلكي غلبي معاملة لوكت إيدا بس هاوستي كثوة هاي تعيدو سريتو يوستي من إيران كوتي وكثوة غلبي كثوة يوستي بوليشو نسريويو وكم حكستنا أي درب أورهوي دلونيس وليشون سرير مويو مشوشط متكتوا وليشون رشمويو كتيو أبي نقد زوني ميدة نقد ميدة فسقولنا فكل ميدة دمدا برونة ذو أطرو كتيو أبي هانكستي هاول مشي حويو وميدانو طريلستنا تفويش ليشون عتيرو وحيلو وهاوي على دربانوستي وليشون ديعيتو ديمشي حويتو بيتك ثايو ومشوشة غلبة كم أحكي ستيني كتوا بونو قوسو تري فرعيد احنا كتوينا إباي ما يترفوش نايو إسرطو اكتوتو ديسرطو وكتوتو ديسترانجيلو داتيو إنو إسترانجيلو عاتقيو بس بزبنو حق أتري مكتويو يوع محتوذي محزيلة ستيك ممثلة وكومر ستيني وسريو يرومويو يكتوتو عاتقتو كذينا ميدي إشتو بثر ممشيحو كتوتو كتيو إبا بس قومي تتفايش مكتبتو سريت أورومي تتعاطقتو 411 توينو شاش اكتبتو تفايشو 411 بثم يمشيحو تفايشو بولشونو تريور موية عاتق للوف عشنا بس كومر كدعينا اشتو بثر ما يمشي عسلي كتير بوليشونا تريور موية ومحكيلي محزيلك ممثلة يكتوتو هش كتير جابينا 411 بثر ما يمشي عكتير واحدة بالبريتش موزيم في القاهرة سوتولا وكو محوى استي محكيلي استي ادرب وكو محوى انو بوليشون تريور موية مشوش الغالب بينا قايو من ايدر بمركو من الاخراماتيك ابو هولندي وليشون كم محوت غلبة هاوي وعافيرو بمشوشك بطرك محكي ثاني أيدر بو هاويلة كتويوت غلبة كتيبي بقامة بويا ونويو وبطر بوسريو وموسريو هاوي ترجمة لعربويو عربوي غلبة استمتع موضعنوثو عتقتو ويلفونو مسريوية وما مايونا عتيقة بودر بو دوليشون مسريو رموان وكم محكي ثاني أيدر بو لتوا بس لا تقول قولي شون السريو أرومويا بس قولي شون أرومويا مشغولي وإيه بأنوشة غلبة كتوى العزة بسوريا بتركيا غلبة كتوى العزة وكدعينا استقولي شون بحتكم مشغولين قطروا عتيقوا لا تقولي شون حاطو بونا قوسوا شوامو بطر ما يمشيحو شوامو حمشي بطر ما يمشيحو كثيو إيه أنا قهركي كثيو بطروا يعني لو بسريو يفتبنويا وهركي استيكم محكي هولي أمثلة ديكتور محجولة مدايرو بتور عبدينيو كتير بطورايو لو بسريو كتبنايو وكتير يدعمو أنو شدروه زوزة اللي دارايو مني حا إشمي ما حتى إشمي برقاشو لو برقاشيشو كمحوي ميدانو دكتير بطورايو لو بسريو كتبنايو وميدانو محوي كتوى لغزة غلبة بس لا لو قادر يتون لغزة كتيوة وليشون أو لغزة كتو عتيرو كتيو غلبة إيه هي أسريو تورهوي أو أورمو تورهوي كمينا لا تبنويو وهو لما فتح لنا استنى القش أنا نش ذكر عيل القش بديتنا عنده مش حيثويو بربندو موصليو تعمو كثوة بولغزته وميدانو تشيكي الخرويو لو غلبة سيم وميدانو ميدا حمش موشني كثوة وميدانو كمحوي هانكستي عادي عيتو مدن حيثوني المحكيلة وكيف شوية مدحوية أوروموية ومدحوية سريوية ولغزاوة شاقنو ook een keer bij mij te meenemen. Dan ben ik iemand voor die Anna, voor die les. Ik wil graag alle aanwezigen bedanken voor het aanwezig zijn. Serieus dat voor aanwezigheid. En natuurlijk professor Gzella. Bedankt dat u kennis wilt overdragen. En ik ben heel blij om te zien dat er nog wetenschappers ja, door hun fascinatie voor de Aramese taal zorgen voor de overdracht van belangrijke kennis. En ik heb een presentje die ik graag wil overhandigen. Nou, dat is wel een royaal cadeau. Ja, geen dank. Nou. Allereerst een publicatie vanuit de Aramese Federatie over de vervolging van christenen in Syrië en Irak. En ja, de welbekende boekenreeks van de Geborgen Parel. Dank u wel allemaal.